Yo, kijkers van Online Games, van Achterkerk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Goed jongens, de laatste video voor deze week en aflevering van Minecraft bedoelen. We zijn er natuurlijk straks om half zes ook natuurlijk nog, maar ja. De laatste Minecraft aflevering van deze week en dan gaan we maandag gewoon weer verder. Nee, een weekend natuurlijk er bijna. Dus dat betekent dat we nog even door moeten knallen met onze molen. Waar we gisteren een klein stukje van hebben gebouwd. Goed, met donker eiken planken. Voor de mensen die gisteren de video nog niet hebben gezien. Op het einde, in het scherm heb ik natuurlijk staan dat je de video nog een keer terug kunt zien. Nee. Dit wordt dus de molen. Ik denk dat dit groot genoeg is. Hier zo. Dan kunnen we misschien hier nog een soort zo'n ding wat we hier maken. Bijvoorbeeld. Ja. Of een bijl, dat lijkt me wel leuk om dat nog gewoon als extra te bouwen. Maar de vraag is, waar gaan wij dus de ingang maken? Zullen we dat op het laatst gaan bekijken dat we nu gewoon zo doorbouwen dat we op het laatst kijken waar de deur komt? Ik denk dat dat het beste is. Maar voordat wij dat doen, gaan we hier maar wat aan de fakkels neerzetten. Ik weet hoe het straks weer gaat, dan ja. Hoppa. Laten we er eentje even openladen, zodat we er dadelijk makkelijker in en uit kunnen. Even zo. Goed, ik heb ook helemaal geen hout meer. Er gaat best wel veel hout erin. De zomer is bijna voorbij. Pas 21 september, dan is het officieel herfst. Die is ook bijna kapot, hè? Goed, laten we eerst het hout pakken. Laten we alles in planks gooien. Als we gewoon eentje volledig een plekje zou voor vandaag genoeg moeten zijn. Het zijn dus gewoon vier stacks. Is de zon nog niet onder, joh? Oh, nog lang niet, man. Nog lang niet. Dat duurt nog wel even. Goed. Ik denk zelfs dat dit gewoon te veel is. Knop 2, we kunnen nummer 2 zetten. Genoeg hout hierin. Want we hebben ook op een gegeven moment hebben we ook wit hout nodig. Goed.
Goed. De vraag is of dit helemaal dicht moet. Goed, we hebben hem nu eigenlijk helemaal rondgebouwd. Er moet hier en daar nog wat ramen in. Maar ik ga eens even kijken in mijn galerij. Ja, laten we hem helemaal dicht maken. 5 en dan... Zie je maar te slapen, maar dat kun je niet... Nou, als we hem nou gewoon volledig dicht maken, gewoon... Met dezelfde hout, zoals die we nu in ieder geval hebben. Ja, de afbeelden is in het donker, dus dat is het vervelende. Dan moet die daar. Ja, die zijn natuurlijk al een stuk lager dan de... Dus die andere, die gaan we niet al te hoog zetten. Dit zou genoeg moeten zijn. In ieder geval het plafond, vloer wat het ook is. Het kan makkelijk zijn dat die wordt afgebroken op een gegeven moment. Skeleton hier hoor. Oké, we hebben in ieder geval gedaan wat we moesten zijn. Nou, dit is wel redelijk groot. Goed. Eens even kijken, die is nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als ik hem nou gewoon 5 doe. Dus hij moet er eentje. Dus hij moet eigenlijk. Shit, hey. Dan krijgen we hetzelfde probleem als de vorige keer. We gaan eerst eens even slapen. Hopla. En dan krijgen we hetzelfde probleem als gisteren. Want omdat die wat kleiner wordt, dat klopt. Hij wordt dus iets kleiner. Oh, ik snap het al, ik snap het al, ik snap het al, ik snap het al. 2 gebakken aardappelen heb ik nog. Eentje, en dan moeten we even kijken voor ander eten. Goed, maar ik snap het al, heb ik wat deurd? Nee. Dan doen we het even met steen. Nee, ik snap het helemaal al hoe we het gaan doen. Goed, heel even. Die is dus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 2.
1, 2, 3, 4, 5. 2. Twee aan die kant hebben we. Dan zit die zo juist. En dan moet er twee aan die kant en die moet toch. Eén, twee, drie, vier, vijf. Twee. We moeten daar hier weer 5. En zo gaan we dat doen. En dan doen we hem ook weer 5. Zullen we dat doen? Dan is hij dus wat lager. Hij daar staat er. Maar als, dat kunnen we ook gewoon niet doen, weet je wel. Of doen hem 2 en dan dit zo. En dan hoeft dit. De bovenkant hoeft niet zo hoog. Hij zegt van wel, maar we kunnen de wieken ook wat smaller en wat kleiner doen. Dat kan allemaal. Goed. Dan is dat ons ding, hè. Goed, dus we moeten eigenlijk met veel donkerhout werken. En dat is nogal wel wat. Misschien dat ik wat donkere... houten boom eens even. Het internet is zo traag als een malle. Ja, traag. Hij lekt heel veel. We gaan even kijken wat wij nog überhaupt hebben. Donker eikenhout, donker eikenhout, donker eiken sparrenhout is dit. En dan moet dit goed. Hoeveel hebben we dan? Eén, twee, drie, vier. Het is 5, 6. 5,5 stek. Ik ben bang dat we daar niet mee gaan komen. Dit donker, heb ik dat überhaupt nog? Dat heb ik niet in die kisten. Maar ik stel voor dat we even langs onze dierenfarm gaan. Op een gegeven moment moet je echt die, in deze tunnel gaan lopen. We hebben op zich genoeg eten, dus dat is geen probleem. Kippen, ja, zijn er op zich genoeg. Maar ik ga er toch even wat doorheen. Een kipje, nou. Kipje, nee, eentje. Eentje erbij, nou, dat is hartstikke mooi. Goed, ja, die toren, die kan dadelijk weg. De varkens zijn er dus niet zo heel veel. Jo. Jo. Met jou. Dan heb je net pech. Oké, dat is genoeg koeien, konijnen, als genoeg paarden zijn, dat is als het goed is nog 2. Dus dat is ook op zich. Maar laten we eens eventjes gaan kijken. Juist. Maar ik heb toch heel even eten nodig. En ik had daar, hier dus, had ik een kist gemaakt. Ja, alles staat natuurlijk door elkaar. Kijk, ik heb nog hier 14 meloen.
en 22 appels. Dat is geen eten hier. Laten we dit dan pakken. En die meloenen. Zullen we dat doen? Dan eten we ook maar eens een keer die appels op. Goed. Daar zullen we de komende week wel mee kunnen doen. Ook die meloenen. Zit hier misschien in die gasten? Dat je dat gegrom hoort. Nee, ik denk dat ze hieronder ergens... Ze zitten ergens! We gaan even alles droppen wat we niet nodig hebben. Dat is trouwens deze torentje ook afbreken. De volgende keer gewoon even met deur. Dat is wel handig. Goh. Goed. En we moeten ook fakkels halen, want dat heb ik ook niet. Dat moeten we ook even gaan fixen. Nou, we zijn een kwartiertje bezig. Maar toch. Hout. We doen al het hout, dat gooien we gewoon even hier erin. Ik heb 3 steen. Zo, die zaad heel even hier in droppen. Ja. Die even hier. Die hier. En dan wil ik eigenlijk een volledige stek kool pakken. Met een volledige stek stokjes. 32. Ook de helft. Laten we hier dan even... 64 is genoeg. 60. 64. Dan kunnen die twee hier erbij. Dan kunnen we in ieder geval... een hele hoop fakkels gaan maken. Want dat was op. 4 stacks fakkels. Waaronder dat we dus 3 stacks... hier zullen we erin gaan gooien. Dit is 1, dit is 2. Dit is stack nummertje 3. Oké. Okay. Tools hebben we, eten. En dan fakkels hebben we. En dan... ziet er mooi uit, goed. Hoeveel geeft dit? Oh, hoeveel geeft dit? Oh, eentje, oké. Okay. Dus bij ieder ding kunnen we dit... kunnen we nog 12 van die. Anders moeten die appels. Hopelijk komen we daar deze week mee uit. Zo niet, ja. Dan moeten we meer eten gaan fixen. Maar dat komt helemaal goed. Ik had die eerst belaten. Wij zien elkaar in ieder geval gewoon weer lekker. Maandag weer terug. Hopelijk zijn jullie echt daar ook bij. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan weer, jongens. Mazzel!